Landgenoten, de COVID-19-pandemie blijft de wereld in zijn greep houden. Ja, nog steeds. Ook in Suriname blijven we geconfronteerd worden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Een zware belasting op de zorgsector, noodzakelijke isolatie en quarantainemaatregelen en nagenoeg elke dag het droevige nieuws van Surinamers die overlijden, hetgeen wij betreuren. Vlak voordat wij de regering overnamen, op 16 juli, had de toenmalige regering de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het COVID-19-virus ernstig versoepeld. Deze regering heeft nu te kampen met de consequenties hiervan. Hierdoor is er nu sprake van community spreading. Deze regering heeft daarom wederom maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen van deze regering zijn gebaseerd op de principes van de democratische rechtsstaat en niet op basis van een machtsstaat, gebaseerd op gezag en niet op macht. De maatregelen die wij nemen zijn daarnaast primair gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Ik heb voor het laatst de maatregelen aangekondigd, ruim 2 weken geleden. We zien dat de maatregelen grotendeels worden nageleefd. De handhaving is goed. De voorlichting is goed. De maatregelen werken. De besmettingen worden minder. De curve wordt vlakker. Het aantal actieve COVID-19 gevallen vertoont een dalende trend. Gelukkig. Maar tegelijkertijd zien we dat door eerdere besmettingen de intensive care, waar wij 28 plekken hebben, begint vol te lopen. Een zeer zorgwekkende situatie, dames en heren. Op dit moment bekijken we de opties om de intensive care capaciteit op te schalen. Opties voor luchtbruggen met onder andere Nederland worden nader bekeken. De 178 hotline is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De eerste lijn zorg is geïntensiveerd, mede in samenwerking met huisartsen vanuit het Radboud Ziekenhuis van Nederland. Ook de tweede lijn zorg, de verpleegafdeling en de intensive care zal worden opgeschaald. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan het binnenland. De grensgebieden en de gebieden waar er goudwinning plaatsvindt in samenwerking met tropenartsen vanuit een Nederlandse missie. De isolatiezorg wordt verder uitgebreid. Er komt een nieuwe tent in het district Wanica, zodat de capaciteit is opgeschaald. De tenten zijn ingericht op internationaal niveau. De isolatiezorg is heel belangrijk, want dit voorkomt grote concentraties van besmettingen. Het ministerie van Justitie en Politie zal de handhaving van de maatregel verder intensiveren. Er zal een COVID Quick Response Team worden ingezet. Dit team, beste mensen, zal speciaal zijn belast met de handhaving van de maatregelen. We hebben ook geconstateerd dat er nog te weinig mensen zich laten testen, terwijl de faciliteiten beschikbaar zijn. We roepen je op, indien je symptomen vertoont, ook al zijn het maar lichte symptomen, dat u zich laat testen. De mogelijkheden zijn tot uw beschikking. Met testen helpt u ons om meer inzichten te krijgen omtrent de verspreiding van het virus en helpt u ons om de verspreiding van het virus te beperken. We werken eraan om de testprocedure te versnellen, zodat binnen enkele uren de resultaten bekend kunnen worden. Maar tegelijkertijd moeten we ook werken aan het nieuwe normaal. We moeten realistisch zijn. Het is niet te verwachten dat het virus snel zal verdwijnen of dat er op zeer korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Alleen door een vaccin zullen we uit de situatie kunnen komen. Daarom moeten we ook werken aan het nieuwe normaal, de 1,5 meter samenleving. De verschillende protocollen zijn reeds ontwikkeld,
zodat het sociaal-maatschappelijk leven binnen het nieuwe normaal zich verder kan ontwikkelen. Dinsdag 1 september zal een openbare vergadering zijn in de Nationale Assemblée. De regering zal in deze vergadering in meer detail ingaan op de technische aspecten van de COVID-situatie. Welke zijn de maatregelen die we gaan treffen? We zullen eerst de verdere daling van de transmissie onder controle moeten hebben, voordat we kunnen overgaan naar het nieuwe normaal. We zullen daarom, om de transmissie van het virus verder te laten dalen, de geldende maatregelen voor nog 2 weken moeten voortzetten. Dames en heren, dat betekent dat de volgende maatregelen, de zogenaamde COVID-voorschriften, voor een ieder verplicht zijn. En die kent u al. Het dragen van een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimte. Het aanhouden van de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, en het regelmatig wassen van de handen met zeep en water of het gebruik van hand sanitizers. Het samenscholingsverbod blijft van toepassing tot en met 19 september om 5 uur 's morgens. Het is verboden om deel te nemen aan een groep van meer dan 5 personen. Uitdrukkelijk vermeld ik dat het verboden is om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. We hebben gezien in de afgelopen periode dat dit niet altijd wordt nageleefd. De politie en het COVID Quick Response Team zullen verscherpt handhaven en optreden. Bijeenkomsten voor bruiloften, rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan 5 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de bekende COVID-voorschriften. Individuele sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden met inachtneming van de COVID-voorschriften. Dames en heren, onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Ook individuele sportactiviteiten in georganiseerd verband mogen plaatsvinden na goedkeuring van het Outbreak Management Team en met implementatie van het goedgekeurd protocol. De volgende commerciële activiteiten blijven tot en met 19 september om 5 uur 's morgens gesloten. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, tenzij en uitsluitend ten behoeve van afval of bezorging. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, bars, nachtclubs, dancings, discotheken, dergelijke bordelen en sportscholen, sportvelden, sport- en fitnesscentra of gelegenheden. Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers, barbershops mogen vooralsnog operationeel zijn onder de voorwaarden dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten, de ramen open zijn en dat de handhaving van de COVID-voorschriften is gegarandeerd. Markten mogen vooralsnog operationeel zijn met inachtneming van het protocol voor markten, waarbij onder andere geldt de 1,5 meter afstand tussen klanten en venters en tussen klanten onderling. Het dragen van mond- en neusbedekking door ieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne alsmede met inachtneming van COVID-voorschriften. Dames en heren, we zullen bevorderen dat de markten alle door de weekse dagen geopend zullen zijn ter waarborging van de voedselvoorziening. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, het openbaar vervoer blijft
gesloten. Totdat het protocol openbaar vervoer van kracht kan worden. De regering en het ministerie van TCT, Transport, Communicatie en Toerisme werken hieraan in nauwe samenwerking met de sector. Daarna zal de lockdown van zaterdag worden uitgebreid met zondag. Dat betekent, dames en heren, dat u voor aanstaande vrijdag, 4 september, om 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot en met maandag 7 september, om 5 uur 's morgens thuis zult moeten blijven. Dat geldt ook voor vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot en met maandag 14 september om 5 uur 's ochtends. De doordeweekse dagen zal het uitgaansverbod van toepassing zijn van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. De lockdown geldt niet voor de essentiële diensten. Maar natuurlijk kijken we als regering ook naar het sociaal aspect. Landgenoten, de regering is er zich van bewust dat de COVID-maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. We zullen steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid. In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld. Deze raad houdt zich specifiek met het armoedevraagstuk bezig. De minister van Financiën zal speciaal hier middelen voor beschikbaar stellen. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. De minister van Arbeid is bezig met de werklozenregistratie. Alles zodat effectief steun kan worden verleend en de steun bij de juiste mensen terechtkomt. Voedselpakketten zullen worden voorzien van gezonde producten. De voedselvoorziening, dames en heren, blijft ondanks de gesloten grenzen gegarandeerd. Onze lokale producten kunnen lastiger geëxporteerd worden, maar we zien een toenemende behoefte op de lokale markten. Maakt u vooral gebruik van de gezonde groenten en fruit die de Sranangrong ons biedt. De markten zullen speciaal hiervoor open blijven met inachtneming van de bekende COVID-maatregelen, behalve tijdens de lockdown in het weekend. Het is goed om hier te vermelden dat de regering goede relaties heeft kunnen bewerkstelligen met andere naties. Het directe gevolg daarvan is dat wij van alle kanten steun krijgen. Er is extra hulp vanuit Mexico, Nederland, China en de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. Ze zijn allemaal onderweg in de vorm van materiaal, middelen en extra gelden. Dankzij de goede relaties die deze regering onderhoudt, heeft Nederland reeds eerder coronahulp toegezegd van 3,5 miljoen euro. De prioriteitenlijsten zijn reeds naar Nederland gezonden en de artikelen komen zo snel als mogelijk deze kant op, zodat deze kunnen komen naar het volk van Suriname. Er komt een groep van specialisten, verplegenden en technisch personeel ook deze kant op. Ook de Europese Unie heeft ons verzocht om kenbaar te maken welke hulp wij nodig hebben. Ze staan klaar om ons te ondersteunen. U merkt nu reeds de positieve effecten van het feit dat er een democratisch, internationaal gerespecteerde regering aanzet. Met name om de COVID-19 te bestrijden. Landgenoten, ik sluit af. De situatie blijft vooralsnog zeer zorgelijk. De regering treft de nodige maatregelen. We zoeken steeds een juiste balans tussen sociaal-maatschappelijke effecten, armoedebestrijding en voornamelijk het handhaven van de volksgezondheid. De maatregelen die wij treffen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het zijn steeds maatregelen die passend zijn binnen een democratische rechtsstaat. Maar het is voor de effectieve bestrijding van dit virus ook noodzakelijk dat u zich aan de maatregelen houdt
volk van Suriname. En dat u zoveel mogelijk uw eigen bijdrage levert om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanuit hier doe ik een beroep op een ieder, op alle Surinamangs, om zich aan de COVID-voorschriften te houden. Ik herhaal deze nogmaals. Draagt u een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimte. Houdt u de 1,5 meter fysieke afstand aan en neemt u de hygiëne in acht door uw handen regelmatig te wassen met zeep, met water, met hand sanitizer. En nogmaals, als u symptomen heeft, laat u testen. De mogelijkheid tot testen is ruim beschikbaar, dames en heren. Ik ben ervan overtuigd dat wij, veerkrachtige Surinamers, een sterk volk, deze moeilijke situatie gezamenlijk aankunnen. Laten we elkaar bijstaan. Laten we elkaar ondersteunen. Laten we elkaar beschermen. De regering doet haar deel. U zult uw deel moeten doen. Samen in eenheid kunnen wij het virus bestrijden. God zegene u. God bless you.